was er eentje met 66 en na mij eentje met 40. Ik denk, daar ga ik precies tussenin zitten. En laat ik nou geluk hebben. Een mooie uil. Een oehoe. Een oehoe. Toppie, hè? De Andries van Alten al aan te staan. Hij lijkt een beetje bril. Ja, nog een brilletje en dan is het voor elkaar. Chris, heb jij nou wat geleerd van ome Joop? Nou, ik moet je zeggen dat een jaartje of 10, 15 geleden heb ik hem leren kennen. En daar heb ik wel heel veel profijt van gehad. Hij heeft me ook altijd aangekeken. En ik vind het heel erg leuk om deze hier zo neer te zetten en te houden. Maar het begint een beetje slecht weer te worden. Zullen we naar binnen gaan? Graag. We zijn nu binnen. En Chris zit aan de tafel. En die heeft daar een papieren voor zich, de hik zie ik, en een hamertje. Een hamer zelfs. Ja. En wat is dat, Chris? Ga je aan de weg timmeren? Nou, deze die heb ik gekregen van Astrid van Noorderburg. En Astrid zegt tegen me, ik zoek iemand die het hamertje overneemt. Ik zeg, het hamertje? Wat bedoel je daar nou mee, Astrid? Nou, zegt ze, het hamertje van de Belangenvereniging. De Belangenvereniging? Ja. En daar ben jij uitermate geschikt voor, Chris, heb ik al gezien. Ik zeg, oh. Ik zeg, maar dan moet je me toch meer vertellen, Astrid. Nou, Astrid is aan de gang gegaan en die heeft me letterlijk en figuurlijk gestrikt voor de functie van voorzitter. Ze heeft het hamertje overgedragen aan Chris. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het hartstikke leuk om voor het dorp wat fijne en belangrijke dingen te doen. Met elkaar en voor elkaar. Samen met het bestuur. Kun je mij nog iets vertellen hoe lang je al in Hooglanderveen woont en daarvoor, waar ben je geboren, Chris? Ik ben geboren in de Schimmelpenningstraat in Amersfoort. En ik ben naar de voetbalclub aangesloten bij HVC. En uiteindelijk wilde ik graag profvoetballer worden. Elke dag was ik bezig om Birkhoven te trainen, trainen, trainen en nog eens trainen. En ik moet zeggen, het lukte me aardig. Ik werd op 16, 17-jarige leeftijd geselecteerd om in het allereerste elftal mee te spelen. Ik was aanvoerder van de betaalde jeugd, met onder andere Piet Schrijvers als doelman. Helaas raakte ik daar geblesseerd en kreeg ik een zware knieblessure, waardoor mijn hele carrière naar de knoppen was. Ik kon weer opnieuw beginnen, maar dan met iets anders. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben in het bedrijfsleven terechtgekomen. Dan heb ik een start gemaakt bij Unilever. Ben ik in de foodsector terechtgekomen. En eigenlijk nooit meer eruit gekomen. Ik heb daar ruim 40 jaar heb ik daar in de foodsector gewerkt. Niet alleen binnen Unilever. Maar ook bij Van Melle. Van de Mentos en Fruitella. Ik ben ook secretaris geweest van CJVV. De Amersfoortse club die al 100 jaar bestaat. Ruim 8 jaar secretaris geweest. En tijdens die periode heb ik ook in de federatie Amersfoortse amateurverenigingen gezeten. De FAAV. Waar onder andere Gerard Brundel, toenmalige voorzitter van de voetbalvereniging Hooglanderveen. Al met al heb ik in het verenigings- en bedrijfsleven altijd prettig samengewerkt. En samenwerken betekent inderdaad mensen activeren, stimuleren, maar ook luisteren en communiceren met elkaar. En die overeenkomsten zie ik ook weer terug bij de cliëntenraad, bijvoorbeeld van Pieters en Blokland Gasthuis, waar ik in de cliëntenraad bestuurslid ben. En waar helaas mijn vrouw verblijft, die is 10 jaar geleden, is helaas geconfronteerd met de ziekte Alzheimer. En hoe lang woon je al in Hooglanderveen? Ik woon sinds november 88 in Hooglanderveen. Niet alleen ik, maar Ina en onze drie kinderen hebben hier, wonen we hier al ruim 32 jaar.
op naar de 33. Met veel plezier en ja, heel fijn stekkie gevonden. En we hebben ons altijd hier thuis gevoeld. En terug naar de belangenvereniging waar je nu voor staat. Dat zijn ze, momenteel zo'n beetje de speerpunten. Nou, ik zou haar zeggen, je kan ze niet op één hand tellen, maar belangrijk is natuurlijk het podium. Het podium is een belangrijk speerpunt en daar gaan we met het bestuur ook onze belangen behartigen bij de Raad van State. Actiejaarcollege, wat aan gaat komen. Bouwhuis is waar we ons mee bezighouden. De SCHEG, waar we sinds kort van gedachten wisselen, van hoe gaan we daar eigenlijk mee om. Het project Hartrust gaat er aankomen. Ja, kortom, er zijn vele pijlen op ons boog waar we mee kunnen schieten. En niet te vergeten natuurlijk Sint-Jozef en dan de achterzijde. En dan denk ik aan de dierenboel die daar allemaal aanwezig zijn. Hartstikke mooie onderwerpen om te bespreken en richting aan te geven. Nou, ik wens je veel succes en ik hoop je nog vaak voor de camera te mogen zien om de zaken een beetje uit te leggen aan de Hooglanderveense bevolking. Dat doe ik graag en ik vind het ook heel erg leuk dat we op deze wijze mogen en kunnen communiceren met de dorpsgenoten. Want uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar en voor elkaar de zaken in orde maken om een heel fijne leefomgeving in Hooglanderveen te hebben. De Glazet. Dorps TV voor en door Hooglanderveen.